5 doden en 1 zwaargewond slachtoffer. Het verkeer heeft ook dit weekend zijn tol geëist. 1 ongeluk met 2 doden tot gevolg gebeurde op de N331, de dijk van Zwartsluis naar Vollenhoven. Gisteren namiddag gebeurde een 2e ongeluk met dodelijke afloop op de N36 bij Vriezenveen. Hier vielen 3 dodelijke slachtoffers. De 4e betrokkene ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. Omdat in beide gevallen een voertuig op de verkeerde weghelft was geraakt en daar frontaal op een tegenligger botste, is de vraag of er iets aan de hand is op het Nederlandse wegennet. Ja, of het steeds vaker gebeurt, geen idee. Maar op deze weg gebeurt het in ieder geval, frequent is misschien te zwaar uitgedrukt, maar ja, in de loop der jaren toch wel regelmatig, helaas. De N36 wordt in de volksmond al jaren de dodenweg genoemd. In de afgelopen jaren zijn er ettelijke aanrijdingen geweest en ieder jaar is er een aantal dodelijke slachtoffers te betreuren. Daarom denkt verkeersspecialist Hobert dat de overheid kritisch zou moeten kijken naar ons wegennet. Nu op de achtergrond valt het misschien mee, maar als je hier over 1,5 uur staat, dan is het 1 kolonne van voertuigen in beide richtingen. En dan moet je je afvragen of de N36 met zijn regionale functie en de intensiteit, ja, of dat nog wel op elkaar afgestemd is. De krijtstrepen van de technische politie staan nog op het wegdek. Volgens onbevestigde berichten zou een van de betrokken bestuurders hier achter het stuur onwel zijn geworden. Op dit wegdeel wordt een dag later weer gereden alsof er nooit iets is gebeurd. En dat is ook het geval op de bochtige N331 bij Zwartsluis. Een paar mannen komen een bloemetje leggen voor een van de slachtoffers. Volgens hen zou een van de bestuurders hier een bus hebben willen inhalen, waarbij de tegenligger waarschijnlijk over het hoofd gezien werd. Als het een weg is waar af en toe wat verkeer langskomt en je hebt een foutje of een afwijking van je lijn, ja, dan is de kans dat je een voertuig uit tegengestelde richting treft niet zo groot. Is het bommetje vol en er zit er één bij die even iets afgeleid is, waardoor dan ook, ja, dan kun je daar verder niks aan doen. Maar op deze weg denk ik dat hier de keuze zou moeten zijn. 2 rijstroken voor beide richtingen met een middenberm die ook afgegrendeld is.